Limburgse onderrondje tussen de nummer 7 Roda JC en de nummer 17 VVV. Roda hield vorige week landskampioen Twente knap op 1-1 en steven net als vorig seizoen af op een plaats in de play-offs. Stiekem hoopt Roda nog op de vierde plaats, want Roda speelt nog 3 keer thuis. Sowieso kunnen de Limburgers terugkijken op een prima seizoen. En ook over VVV kunnen we kort zijn. De ploeg uit Venlo speelt voor 98,3% zeker na competitie. En moet in de resterende 4 wedstrijden er alleen voor zorgen dat hekkensluiter Willem II het gat van 5 punten niet wegpoetst. Anders vliegt VVV eruit in plaats van Willem II. De opstelling Colin van Eijk begint in de goal bij Roda. Eerste keeper Titon is geblesseerd, terwijl de tweede keeper Proes vorige week rood kreeg en dus geschorst moet toekijken. En bij VVV maakt keeper Dennis Gentenaar zijn opwachting. Hij was lange tijd geblesseerd en moest de laatste weken Bejois voor zich dulden. Nu is Gentenaar dus weer de eerste keus. In Kerkrade, Roda JC tegen VVV vanuit het Parkstad Limburg Stadion. Hoort u het commentaar van Jeroen Guttig. De foul. Vormer. K. VVV heeft zich helemaal aangepast aan de tegenstander van vanavond. Uchebo, de diepe spits. Moussa in zijn rug en voor de rest veel mensen die moeten tegenhouden. Maar die hebben hier het nakijken als Jansen doorzet en Jonker er net niet bij kan. Eerste grote kans van de avond als Roda de ruimte vindt in het centrum. Maar Jansen zijn inzet gestopt ziet worden door Dennis Gentenaar. En dan kan Jonker er ook net niet bij. Goed werk van de foul. Jansen. Achter Skobu, maar een overtreding geconstateerd door scheidsrechter Pieter Vink van Leemans. Vrije trap wordt genomen door Harouier. En nu wel raak. Doelpunt gemaakt door Robbie Wielaert. Wat gaat er veel mis in de verdediging bij VVV? De goal van Wielaert had eigenlijk niet gehonoreerd mogen worden. Want daar wordt de bal nog geraakt door de foul. Maar het ontgaat de grensrechter, dus telt de goal. De foul. Skobu op de lat en dan Jonker. Is dat Hens? Het wordt niet als zodanig beoordeeld. Dus de goal telt. Maar dat zag er toch verdacht uit. De kommel op de lat van Skobu. Dan komt de bal terug en ja, er zat wel een stukje arm bij hoor. Een veeg met de arm. Tweede dubieuze goal van Roda JC binnen een kwartier. Maar het leidt wel met 2-0. Dit had Vink moeten zien. Het is een historische goal van Mats Jonker. Namelijk nummer 2000 van Roda JC in de Eredivisie. Moussa, Uchebo schiet naast. Grote kans voor Michael Uchebo, de vervanger van Ruud Boymans. Harouier, Jansen, redding Gentenaar. Yoshida trapt de bal weg, maar niet echt heel erg ver. Hemte, onmiddellijk terug naar Harouier. Goed balletje op Jansen. Harouier, Jonker en Gentenaar heeft hem klemvast. Bal in de kluts, kruisen op Moussa. Speler die veel ruimte nodig heeft, die ruimte heeft hij ook en dit doet hij heel knap. Via Colin van Eijk en de lat gaat de bal uiteindelijk over het doel. Mooie actie van Moussa die naar zijn rechterbeen gaat. En via de vingertoppen van Eijk. Geen goal voor VVV. De Loge. Op Hemte. VVV heeft maar geen oplossing voor die opkomende vleugelverdedigers. En Hemte staat nu aan de basis van 3-0. Weer een goal van Mats Jonker. En dat is al zijn 17e van dit seizoen. Perfecte voorzet van Jimmy Hemte. Jonker gaat de lucht in en verlengt hem fraai met het voorhoofd. 3-0.
Skobu werd geraakt door El Akshaoui. Dat werd gezien door Vink. Hij geeft een vrije trap aan Roda. Hadden we hier. En 4-0. Doelpunt gemaakt door natuurlijk Mats Jonker. Weer de Deen. Die eerst heel slim achter de verdediging van VVV gaat staan. Kijk, daarachter staat hij. Wacht op wat beweging. En dan lijkt het ook buitenspel te zijn op het moment dat die bal wordt ingebracht door Hadouir. Maar het mag dus door. En zo heeft Jonker er in deze wedstrijd 3 in liggen. Hadouir. Hemte. Mooi getrapt zeg. Moeizame redding. En dan kan de bal worden weggehaald door Timmy Sela. Maar wat neemt Jimmy Hemte daar de bal voortreffelijk op de pantoffel. Vormer. K met omhaal. Auw! Wat zit hier er steenhard en mooi in zich. Natuurlijk de schoenen even poetsen. Een ongeëvenaarde goal van Pamudu K. Naar deze voorzet van Ruud Vormer. Hij zweeft. En pats. Die maak je normaal gesproken alleen naar de binnenkant van je ogen. Misschien wel het mooiste doelpunt van dit seizoen. Heel laat. Jonker. De Loge. Speelt uitstekende wedstrijd. De Vouw. Achterin is Pluim. En in de rebound gaat de bal er ook niet in. Goed keeperswerk van Gentenaar die hier een beetje het gezicht redt. Naar de dubbele kans voor invaller William Pluim. Mooie paas van Willem Jansen. Jimmy Hemte. Jonker stapt uit en komt hier voorlangs. Hij had hier op gelijke hoogte kunnen komen met Björn Vlemings. De topscorer van Nederland. Dat is aardig. Reactie van Timmy Sela. Cullen. Timmy Sela kopt en kopt raak. 5-1. Zuur voor die jonge keeper Kasper van Eyck. Die heel weinig te doen heeft gehad deze wedstrijd. En dan toch moet capituleren in de slotfase bij die aanval. Voorzet Cullen. Kopbal Timmy Sela. VVV redt de eer. Hemte. Ditmaal met rechts. Dat kun je zien. Uchebo. Tula. Nou, 5-2 dan ook nog maar. Ja, want hier staat Uchebo op de goede plek. In anderhalve minuut tijd scoort VVV 2 keer. En Tjula lijkt er nog fiducie in te hebben. Wat een rare slotfase. Waarin bij Roda alles en iedereen naar voren loopt. Maar er dus ruimte ontstaat voor VVV. En deze was niet te missen. Het was de wedstrijd van Mats Jonker die 3 keer scoorde. Maar misschien nog wel meer de wedstrijd van Pamudu K. Want hij maakte een van de mooiste goals van dit seizoen. Misschien wel de allermooiste. Ja, Roda wint eenvoudig en mag blijven hopen op de 4e plaats. En heeft met Mats Jonker na vanavond een serieuze kandidaat voor de topscorerstitel in de Eredivisie. Volgens mij denk ik dat Roda nooit een topscorer heeft gehad van de Eredivisie. Lijkt me sterk in ieder geval. Maar ja, ik heb voor het seizoen 15 als doelstelling, nu kom ik op 18. En dan over, ja, misschien 19 kom ik op 40 goals uit in 2 seizoenen. Maar goed, nu zit ik wel dikbij en ja, we zien wel hoe ver het komt. Ik heb me geschaamd. Ik heb me 80 minuten geschaamd voor wat ik gezien heb. Ja, we zagen het Marco van Basten wel eens doen en Wayne Rooney dit seizoen nog. En nu doe jij het. Hoe komt dat? Nee, puur toeval. Niet meer dan dat. Het was gewoon puur geluk. Ja, dat is niet helemaal waar, want we zagen hem aankomen. Nou ja, die bal kwam een beetje achter mij, dus ik probeerde gewoon wat iets. En ja, het was gelukkig. Dus ja, het was gewoon puur toeval.